Voor het volgende weekjournaal staat daar... Jordi van Zelm. Jordi van Zelm. Verleden jaar stageplek, als ik het goed heb. Dit jaar volwaardig lid van A-selectie. Ja, dat klopt helemaal. Ja. En wat ben je van plan? Ja, ik ben dit seizoen van plan zoveel mogelijk minuten te maken bij het eerste elftal. Daarnaast mezelf verbeteren op mijn goede kwaliteiten en mindere kwaliteiten. En zoveel mogelijk minuten gaan maken. Dus. Wat zijn jouw kwaliteiten? Nou, mijn goede kwaliteiten zijn agressief druk zetten. Gelijk balverlies, boom er bovenop. Daarnaast mijn mentaliteit, denk ik. Ik wil altijd doorgaan, altijd tot de laatste minuut doorstrijden. En mijn steekbasis zijn altijd wel een dingetje. Waar heb je eigenlijk overal gevoetbald? Ik ben begonnen bij de buren, SC Putten. Daarna ben ik naar AGOV Apeldoorn gegaan. Ondertussen een paar stages gehad, Vitesse, Utrecht, Go Eagles. Toen ben ik opgepikt door DVS, in de A1 gekomen en daarna bij de jeugd. Wat was het hoogtepunt tot nog toe, wat je jeugd betreft? Ja, dat was natuurlijk de wedstrijd tegen Kampong A1. Het kampioenschap in de derde divisie. Ja, dat was perfecte wedstrijd, gewoon ongelooflijk. Impact voor jaren? Ja, zeker weten. Dit ga ik nooit vergeten. Ook de mensen die erbij waren, denk ik niet. Dus dit was wel echt een wedstrijd van mijn leven, ja. Bevalt het tot nog toe, dit seizoen? Dit seizoen bevalt zeker. Leuke groep. Ik denk meer een team als vorig jaar zelfs. En ook wel een jonge groep natuurlijk. En dat bevalt me op dit moment best prima. Een groep wat voetbal speelt, wat jou wel aanstaat? Ja, we voetballen natuurlijk heel veel. Ook rondom de 16. Ik denk dat we daarin nog wel gevaarlijk in kunnen zijn. De laatste paas nog beter moet. Daarnaast wil de trainer ook volop druk zetten, gelijk als we balverlies hebben. En dat ligt mij natuurlijk wel. Wat doe je naast het voetballen? Naast voetballen ben ik manager bij restaurant De Muur in Putten. En daar werk ik eigenlijk door de week. Jouw persoonlijke doel is? Mijn persoonlijke doel is zoveel mogelijk minuten maken dit seizoen. Hartstikke goed. Wensen we je veel succes mee, Jordi. Dankjewel. Okay. We hebben hier te maken met... Lars Dekker. Lars Dekker, vorig jaar begon je als stagiaire en inmiddels in de A-selectie. Ja, klopt. Ik ben inderdaad begonnen in de voorbereiding vorig jaar als stagiaire. Dus ik mocht gewoon een beetje ruiken aan het eerste en hoe het allemaal in zijn werk ging. En de voorbereiding ging op zich wel prima. En daarna hebben we een evaluatiemomentje gehad met TC. Toen heb ik een contractje aangeboden gekregen. Dus. Heel mooi. De meeste DVS'ers kennen jou natuurlijk, want je hebt verleden jaar al een paar wedstrijdjes eraan mogen ruiken. Onder andere tegen Scheveningen zelfs. Een hele goede prestatie neergezet. Dit jaar, wat stel je ervan voor? Ik ben niet iemand die echt heel veel doelen stelt aan het begin van het jaar. Ik wil gewoon elke training proberen om mezelf te verbeteren. Dan hoop ik dat ertoe leidt dat ik steeds meer minuten ga maken. Ik hoop wel natuurlijk dat er een stijgende lijn in blijft zitten ten opzichte van vorig jaar. En misschien zelfs een basisplaats, maar ik stel niet echt doelen ofzo. Wat wil je specifiek verbeteren? We zijn nu al, ben ik samen met trainers in gesprek geweest over wat ik beter kan doen. En dat is toch vooral wel echt het vooruitvoetballen. Ik heb nog wel de neiging om af en toe de oplossing naar achter te zoeken, zeg maar. En nu zijn we dus bezig om wat meer van tevoren al kijken wat er achter hier gebeurt. En dan kijken of je de bal vooruit kan spelen. Dus kijken of er nog wat creativiteit in jou zit. Ja, dat mag nog wel iets meer af en toe, ja. Klopt. Okay. Hoe oud ben je eigenlijk? 20. 20 jaar is een ideale leeftijd. Hè? Ben je nog ergens mee bezig naast het voetbal? Ik studeer HBO Bedrijfscommunicatie aan de Hogeschool Utrecht. Heerlijke combinatie, studeren en bewegen. Ik moet zeggen dat het wel goed bevalt. Ja. Studeren valt ook mij niet zoveel dagen naar school onderweg, dus allemaal prima. Hoe bevalt het je conditioneel? Kun je het makkelijk bijhouden, deze A-selectie? Want ja, er zit natuurlijk wel behoorlijk wat kwaliteit in en het tempo ligt behoorlijk hoog zo nu en dan. Ja, je moet zeggen, conditie moet je natuurlijk ook een beetje opbouwen. En we zijn de voorbereidingen zijn we nog een aantal keer goed mee bezig geweest. Dus meestal pakt dat zichzelf wel een beetje op. Dus, maar ik heb er nu nog niet echt moeite mee. Natuurlijk heb je wel trainingen dat je moet thuis zitten na. Maar het valt nog mee. Je hebt natuurlijk de selectie van verleden jaar ook meegemaakt. En nu dit jaar de selectie. Wat vind je ervan? Vergelijk je dat? Nee, ik hou er sowieso niet zoveel van omdat ze dingen met elkaar te vergelijken. Maar als ik echt... Het verschil ermee moet noemen is dat je nu denk in de breedte wat meer opties hebt. Je hebt nu bijna alle posities wel dubbel bezet. En vorig jaar was dat iets minder, denk ik. Goed. Heel veel plezier wil je natuurlijk ook maken, of niet? Ja, dat is het belangrijkste. Kijk, ik vind wel als je geen plezier meer hebt, dan moet je het ook niet doen. En je moet wel volle 100% achter de dingen staan die je doet.
Dus, ja. Okay. Als DVS-supporter wensen we je heel veel succes, Lars. Je komt er. Top, dankjewel.